We komen aan het eind van deze online hengstenkeuring met de kampioen en reservekampioenen van de jonge en oudere hengsten. Stuk voor stuk hele kwaliteitsvolle hengsten. We werden in deze laatste kampioenskeuring voor een probleem gesteld. Want een van de hengsten die toonde niet meer de regelmaat die hij daarvoor wel heeft gedaan. Gaan we dan. Maar ik denk dat je als jury de vrijheid moet hebben om op je mening terug te komen. We gaan de reservekampioen bekendmaken van de hengstenkeuring 2021. En daarna de kampioen. De reservekampioen is geworden een hengst met een hele constante verrichting. Keer op keer weer een goed achterbeengebruik. Reservekampioen van de hengstenkeuring 2021 is Johannes 484. En kampioen van deze hengstenkeuring is de hengst met een excellente draf. Een hengst die je nooit in de steek laat. Hij stond net op de tweede plek, maar we gaan hem vandaag kampioen maken van de hengstenkeuring. Gefeliciteerd. Daar komt er hoor. Jure. Henk. Ja, het is misschien net logisch. Maar dat voelt de jury. Een historisch moment voor de vierde maal kampioen Jurre 495. En de reservekampioen Johannes 484. Van de meerdere keer. Algemeen kampioen. Ik had er net niet in vinden kennen. Hij had Jurre net een verkeerde stap zet. Ja. Was die toelichting van Sabine zeer op zijn plaats. We gaan ze opstellen. Toch, heel bijzonder. Vierde maal. Drie keer op Riegen. Wat een ontknoping toch, hè? Wordt in 2011 geboren Jurre 495. En ik zorg... Zoon van Maurits 437. De merrie van Jasper 366. Gefokt door de heer Deinem. Nou. Negenaren, Hans-Jürgen Niemeyer, Bremen, weer gratuleren. En in eigendom van Stalscher, Donnie Jarwet, Detta Wedding, waarnemend voorzitter KNPS, feliciteert hier. Brengt hulde aan de kampioen en de reservekampioen, de Sherport omgangen. Ja, Henk, daar zeiden ze het. He. Het zoen net helemaal loopt. Maar die constante wierder het meer. En de constante prestaties van Hewitt binnen toch zichtbaar was. En ook in die finale ronde. Hij liet eigenlijk helemaal net een stekje vallen. Heb je heel oertjoegend en constant en ja, volslijnter jochten dat dat hier op u draait in mijn beleving. Maar misschien in pure expressie, zonder fragmenten bij horen, die het misschien krek even daarbovenuit kwam, maar ja, in regelmaat. Nee, giet het dan. Die verste giet, geweldig. Ja, dit is toch wel een hele bijzondere dag voor Stal Chardon in Jarbet, denk ik. Dat er dat kunststukje toch voor de vierde keer op, ja, ik zal net zeggen op Riegen, maar in totaliteit, uithelt. Grandioos. Ik had de laatste jaren zo vaak geweest dat er de kampioensbokaal hier. Ik denk toch dat dit een speciale is. Ja, denk het ik. Ja. Ere, huldigen. Nou. Gaan luisteren naar het volkslied. Het Wilhelmus.
Voor de vierde maal kampioen Jurre 495. Keeper. Mensen, wat een prachtige dag. Ja, destiert wat, Henk, destiert wat. Als je nog deze beide man, maar hun bij de stal, dat had hij de laatste jaren een protestje litten. Ja. Mijn Johannes, mijn Jurre. En Tjalle. En Tjalle, ja. Net te vergeten. Nou, schitter. Dat alle medewerkers en met name... Tjalle mogelijk voor het laatst, je West Juwet. Dat hebben we al vaker gememoreerd. Johannes, lid hem zien. Hengstekeuring 2022 zit er weer aan te komen op 13 januari. Dan ik zet me niet op Iemen, maar het is toch zien Corrivé Johannes die daar boven drogen komt. En kijk eens hoe mooi, nou. Het plaatje van de eerste. Goede dames en heren, dit is mooi met de kampioen Jurre 495 en de reserve kampioen Johannes. Brammers in Aams. En die twee heren achter deze twee. Hagen en Jelmer. Mooier kunnen we hier niet. Brothers in Arms. Met deze beelden zo is het. Gaan we over naar de laatste. Zo zult ik wel een beetje vier. Vandaag. Zit hij thuis toch voor de buis? Dit hielden misschien beide net toch. We doen nog even mee. Twee man die de volslijn verdienen altijd. Niet twee, niet drie. Vier keer kampioen. Jurre, 4-9-10. Voor de vierde keer, ik zeg het mijn nadruk, kampioen, algemeen kampioen op de Instagram. Oh, nou weer de spanning voor, en nou spant er ik voor. Jurre, kampioen. 2021. Kampioen bij de oude Hengsten. Mooi besluit van zijn voorbrengcarrière. Dat er nou dan nog even die kampioen in voorbrengen mag. Prachtig Niels. Jongens eens even. Formidabel hoe die hiest deze kampioensring. En die laatste ronde, daar markeert dan niks hoor. Nee, super. Toch top, Aron. Hij giet de vlak van Middel. Aangehouden aan Jelmer Chardon, blijde man. Komen nog een keer voorbij. Ze kunnen er geen genoeg voor krijgen voor een derde keer in Droom. 13, donderdag 15 januari 2022. In het WTC Expo Leeuwarden. De volgende editie van de Hengstekeuring en de Frisian Proms. Net het applaus van die Jochen Toes, maar wel het applaus van een Lietse groepje meisje hier. En ik denk toch echt het applaus van de meisje Toes. Want we hebben een formidabele kampioen, hoe je het ook bent of keren. Fijn dat en, je bij ons was, mensen. Het is al bijzonder dat de keuring met trokken dit hier. En mooi dat het uiteindelijk toch weer tas aan slot komt. Goed jaar nog, blijf gezond en tot 2022.